Tranen van Maria, een multidisciplinaire voorstelling met het Stabat Mater van Pergolesi als rode draad. Aangevuld met middeleeuwse en wereldmuziek. En we gaan indringende verhalen horen van prachtvrouwen. Sometimes faith is not enough. It requires patience, it requires hard work, and it requires to dare to dream. Today I carry my victim's scars as a badge of honor to inspire other survivors that there's life at the end of the tunnel. Het neemt nooit echt helemaal weg, maar je moet om goed en gezond te blijven functioneren en verder te gaan met je leven, moet je leren omgaan met die gedachten. Ik mag bestaan. Wij mogen geen talen studeren, wij mogen geen werken. Wij moeten alleen bij asielzoekerscentrum zitten en wachten tot verblijfsvergunning. Ik beloof aan mij dromen ze te volgen en te bereiken. Vertrouw op je kracht, vertrouw op jezelf, vertrouw op het vrouw zijn. En dan kom je er wel. Ik heb best wel veel diepe punten meegemaakt, maar ik heb nooit opgegeven. Sterke vrouwen, sterke verhalen. Internationale Vrouwendag is een moment om stil te staan bij die verhalen van sterke vrouwen die in een moeilijke situatie hun kracht hebben gevonden.